Ja, dat is gewoon geweldig. Daar heb ik een geweldige tijd meegemaakt daar. Ik heb 3 jaar daar gespeeld. Het is gewoon een gigantisch grote club. En ja, fantastische mensen. En goed, nieuwe uitdaging voor mij. Eind jaren 90 dat je daar gevoetbald hebt. Hoe kom je daar nou ineens weer terecht als trainer? Hoe gaat zo'n proces? Ja, die hebben mij gebeld een aantal maanden terug. Maar ik kon niet maken om gelijk te vertrekken bij West Ham. Toen heb ik met Avram gezeten en gezegd, oké, ik blijf nog een paar maanden of zo. Maar ik ga zeg maar 31 oktober ga ik naar Japan. Ik wil mijn elftal nog aan de werk zien, zeg maar 4 wedstrijden. En december gebruik ik als vakantie met mijn familie. En in januari begin ik in Japan. Onder wat voor omstandigheden ben je vertrokken bij West Ham? Er werd gezegd dat je niet goed in de groep zou liggen. Ja, je staat tegenover me. Ik kan het maar best aan jou vragen, toch? Nee, maar dan zie jij ook dat ik vervelende jongen ben. Of ik bij PSV kom, of bij Feyenoord, of bij RKC, of bij Hamburg of zo. Dat, ik ben overal welkom. Dit is gewoon tegenovergesteld, omdat iedereen mag mening of denken dat ik slecht of goede trainer ben. Dat is geen punt. Ja, maar wat is het dan? Een club die laatste staat? Je weet hoe grillig de Premier League ook kan zijn? Dat is ook zo. Maar ik heb als assistent trainer, dan geef ik nooit interviews. Dat is mijn principe. Ik denk dat ik niet bij iedere club waar ik werk heb ik nooit interview gegeven. En dat is ook zo in Engeland gegaan. Ik heb gewoon gestopt en dan opeens de volgende dag in de Sun stond bericht dat ik ontslagen ben. En ja, dat is gewoon 10 keer vanuit de club gezegd. En van Avram Grant heeft ook gezegd dat het helemaal niet waar is. Dat ik heb nog een maand langer gebleven omdat zij dat wilden. Maar goed, ik moet iedere keer wat ontkrachten. Dat is wel een beetje vervelend. Nou, ook voor mij, omdat is helemaal niet waar. Mijn sterkste punt is sociaal zijn, communicatie, goed omgang met mensen. En met name met mensen die dag en nacht werken. En dan goed, als je straks hoofdtrainer bent en dan doe je niet goed, dan dat mag iedereen zeggen dat hij slecht heeft gedaan of dat hij een slechte trainer is. Maar niet dingen verzinnen die helemaal niet kloppen. Dat, ja, dus er is maar één reden en dat is dat de Japanse club om de hoek kan kijken. Ja, maar dat is ook zo. Maar goed, ik kan niet zeggen 3 maanden geleden ik ga naar Japan in 1 november. Omdat het is niet goed voor de club, voor mijzelf of zo. Maar goed, belangrijk is dat de mensen met wie ik werk, dat die weten waarom. Ik ben niet opgestapt. Opgestapt wel, maar goed, dat is de reden, Japanse club. Ja, hoe kijk je terug op je tijd in Engeland? Is het een kleine teleurstelling dat je een schip verlaat wat laatste staat? Ja, dat is altijd vervelend. Maar ik was assistent manager. Ik ben geen manager. West Ham draait met Petro. Zonder Petro blijft hetzelfde. Ik heb een fantastische tijd daar meegemaakt. Ik hoef dat niet te herhalen, omdat iedereen weet wat de Premier League is. Dus ik weet niet welke mafketel heeft dat verzonnen dat ik zeg dat de Premier League slecht is ofzo. Dus zelfs als je in de gekke ziekenhuis zit en die mensen vragen, die zeggen ook dat de Premier League de beste is. Dus zo simpel is het. Ja, daar tegenover, de J-League in Japan. Hoe goed is die? Wat moeten we weten van Urua, Red Diamond? Bij wat voor club kom je terecht? Ah ja, goed, dat is ook een gigantisch grote club, zeg maar. Manchester United van Europa, dat is Urawa Reds van Azië. Is gewoon, zij zijn de 10e geëindigd. En misschien is gemiddelde toeschouwers 45.000 per wedstrijd. En 10.000 mensen gaat naar uitwedstrijden. Dus gigantisch groot. En ik wil gewoon terugkomen op niveau waar Urawa moet zijn. En dat is gewoon bij de beste zijn. En dat heb ik ook gezegd. En ik ben wel een typetje die hou niet van wij moeten overleven of weet ik veel wat. Nee, wij moeten gewoon weer terug zijn bij de beste. En, soms duurt het 2 jaar, soms een jaar. Ik hoop dat ik volgend jaar goed presteer daar. Ja, want 3 jaar geleden won Urua nog de Aziatische Champions League. Toen volgden wedstrijden tegen Milaan en dergelijke. Moet die tijd weer terugkomen? Ik denk dat die tijd moet terugkomen, maar is wel lastig om binnen een jaar. Als zij niet bevallen, dan kunnen we gewoon zeggen, oké, jaar is genoeg. Maar ik denk dat ik tegemoet ga met fantastische jaren, omdat ik ken wel cultuur. Wat heb je met de cultuur? Wat heb je met Japan?
Ja, ik persoonlijk niet, omdat ik kom uit Montenegro, maar dat is niet te vergelijken. Ja, maar goed, je hebt er gewoond, het is een andere wereld. Ja, dat is totaal andere wereld. Is gewoon, ik denk dat je als je coach bent, dat je niet moet coachen zoals je in Europa coacht, omdat die mensen zijn niet gewend van schreeuwen en gekke dingen doen. Dan moet je mensen... Wat ik opletten voor jou dan? Nee hoor, ik ben heel rustig. Ik ben ook bij Feyenoord, bij Boavista, bij RKC nooit geschreeuwd. Ik ben nooit, denk ik, weggestuurd van de bank. En dat soort dingen. Ik ben gewoon normaal en ik weet dat het met de normale mensen moet je normaal omgaan. En zij zijn wel gewend met de regels. En dat soort dingen, dat is het allerbelangrijkste. Mentaliteit is fantastisch. Dus ik denk dat ik alleen maar met de voetbal moet bezig zijn. En ik hoop dat we goede resultaten neerzetten. Samen met Adrie Bogers. Die gaat ook met mij mee. En dat we gewoon een aantal jaren blijven. Omdat ik denk dat het tijd is dat ik ergens een aantal jaar blijf. Ik vind ook voor mijzelf vervelend. Eén jaar daar, één jaar aan de andere kant. Maar ja, ik kan niks aan doen. Ik krijg altijd één jaar contract. Ik wil graag ergens 2-3 jaar blijven. En dan hoop ik dat ik in Japan langer blijf. Ja, want we hebben je al bij een hoop clubs gezien. Portugal, Nederland, Duitsland, Engeland. Het wordt dus tijd dat je ergens blijft kleven, denk ik. Hè? Ja, ik wilde ook bij Hamburg een aantal jaren blijven. Maar Martin Jol ging naar Ajax. Dus ik stap ook op. Ik ben ook zo'n mens. Bij mij is gewoon loyaliteit. Was dat een tijd om gewoon weer hoofdtrainer te worden, baas in eigen huis? Nee, dat is zeker. Dat is zeker omdat in mijn bloed gewoon zit zo dat ik wil hoofdtrainer worden. En spelen en trainen op manier zoals ik wil. En ik denk dat ik genoeg ervaring heb gedaan bij alle andere clubs. En ik vanaf nu ben ik gewoon hoofdtrainer. En als ik over 3, 4 of 5 jaar... zien dat het niet voor mij is, dan word ik misschien weer assistenttrainer of weet ik veel wat. Maar in voetballerij blijf ik altijd. Tot slot, één ding. Martin Jol weg bij Ajax. Een voormalige compaan van je. Geschokt? Ik ben wel geschokt, ja. Maar ik ken wel Martin Jol al 10 jaar. Ik weet wel wat voor mensen is dat. Daar had ik wel verwacht einde van het jaar dat hij weggaat, maar nu niet. Waarom niet? Nou, ik denk dat je... Met alle kritiek van binnenuit vooral, hij lag niet echt lekker meer? Nee, maar ik denk wel... Ik dacht wel dat hij wel nou zegt, ik wil jullie laten zien, ik word kampioen of weet ik, of win ik weer de beker. Maar goed, soms, je ziet goed dat loopt in voetballerij. Mensen zijn gewoon soms ook gevoelig. En ik ben ook een gevoelige mens. En als dat veel mensen om mij heen denken dat dat niet goed is of zo, dan zeg je oké, dan gaan we jullie dan verder. Dan hoop ik dat dat goed gaat. Omdat, zo simpel is het.